Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zullen we reageren op de Black Widow trailer, wel de nieuwe Black Widow trailer eigenlijk. Dus let's go. Oké, dus deze film is tussen Infinity War en Civil War. Dus alright, we hebben hier Black Widow of Natasha eigenlijk in Budapest. Oké, Marvel Studios logo. Hey, daar hebben we de originele Avengers van de originele Avengers film. Daar Civil War, Age of Ultron. Nog een keer Age of Ultron. Endgame, oh. Wacht even, dat is van de Red Room van Age of Ultron. Oh, oké, dus met de wereld van, Flip, hoe noemt die wereld dat weer? Met de Soul Stone. Ik ben de naam vergeten even van die wereld, maar oké. This July. Oké, hier hebben we die soort van sneeuwgebiedachtig iets. Wie is dat? Is dat Natasha? Bruh, I have no idea. Daar hebben we Yelena Belova, de nieuwe Black Widow eigenlijk, soort van her world. Hey, daar hebben we David Harbour als Red Guardian, her secrets. Alright. Maar ik denk echt dat daar Natasha Romanoff was met haar blauw haar. Her legacy. The Red Room, alright. Hey, oef. Oké. Op die auto. Of die soort van gevecht in de kitchen of in de keuken. Taskmaster, hey, nog een Taskmaster, hey. Cool. Oké, daar doet hij die cap soort van de flip. Oh, daar gaat hij Hokka na doen. Yes. Oh, boom. Right, daar gaan ze. Oh joh, dat is wel een coole overlap. Dat ze dan eigenlijk valt. Maar dan valt ze in de lucht. Dus dat is wel cool. Right, daar hebben we Taskmaster nog een keer. Dat stuk hebben we al een keer gezien in een andere trailer. Dat hebben we ook al een keer gezien in die andere trailer. Yeah. Oké. Oh my god, oh, die muziek is zo cool. Wow, yo. De July 9th. Dus, alright, cool. Oké, ik zal even de nieuwere stukken van de trailer hier in beeld tonen. Dus je hebt dan een stuk waar dan Natasha Jong is met haar blauw haar. Je hebt dan nog scènes met David Harbour als Red Guardian. Je hebt dan nog een paar scènes met de jonge Natasha, dat ze uit elkaar gaan ofzo. Yelena en dan Natasha uit elkaar gaan. En dan heb je ook nog Taskmaster, dat er iemand naast hem zit. En dan heb je ook nog Natasha die natuurlijk valt in de lucht. Maar dat is niet echt nieuw, dat hebben we al in de vorige trailer gezien. Maar ik vond dat gewoon een coole overlap. Ze dan eigenlijk valden op de grond, maar eigenlijk valden ze in de lucht. Dus dat was wel cool. Maar jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze kleine video. Geef een like, abonneer je beneden, klik op belletje zodat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik jullie allemaal later in dikke vette. Die muziek was echt super, echt. Die muziek, ik zal even voor die outro die muziek gebruiken, want die muziek is echt perfection. Yeah.